De tweede kandidaat. Ja. De finale John. Van de twee gastwedstrijden. Zwijfvenning. Ja. Ja, ben er inderdaad. Nee, hij is er. En, het leuke is, hij heeft een pianist meegenomen, René Housemans. Dat jullie hem begeleiden op de piano. Ik ga het nummer brengen van Toon Hermans en het nummer heet In het gras van de wei met begeleiding van René Housemans. In het gras van de wei hebben we samen gevriend. En het gras was zo warm en het veld was zo wit. En zo schoon was het weer en zo zacht zong de wind. En ik hou dich zo heel, lief kind. Als ich niet meer zing, breng mich dan maar naar huis. Breng mich terug naar mijn land. Wie zo'n appelebumke, has het bloed in de mei. En ik pluk tegen blumke, in het gras van de wei. Nogmaals, de keuze was heel erg moeilijk. Wij hadden het gevoel dat we, omdat we een vrij korte tijd hebben, want het zijn nog 4 maandjes, naar de 4 dagen en dan is de theaters. Show Esther. In de korte tijd moet dat allemaal gewoon gebeuren. En gezien die ervaring, heeft dat eigenlijk een beetje de doorslag gegeven in de keuze. Gewoon gemeen kreeg van hartelijk gefeliciteerd voor dit geworden. Ja, dankjewel. Zo, pak die microfoon eens even voor. Wat denkst u, wat geeft door de geer? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik. Op zich het al leuk vond dat ik moet genoeg worden, want dat is voor mij weer een nieuwe ervaring. Dus ik heb dat eigenlijk een beetje op mijn lotte afkomen. En ik hou het van nou ja goed, is het niet, maar ik vind het wel leuk om hier te zijn. En ik ben natuurlijk des te blier, hoewel Marcus ook geweldig gezongen heeft. En ook ja, het is een heel anders, maar ik wil goed geworden hebben. Maar ik ben heel blij dat ik die kans kreeg van Jos. Ik wil ook heel graag inderdaad zijn nummerse tekst van jullie.